De energiebedrijven Suriname EBS zegt dat geruchten omtrent de verhoging van de tarieven voor kookgas niet op waarheid berusten. Via social media en andere kanalen is er informatie verspreid, al zouden de tarieven van kookgas volgende week worden aangepast. Volgens de geruchten zou het om een paar significante verhogingen gaan. De EBS benadrukt in haar persbericht dat de officiële gasprijzen, zoals vastgesteld door het ministerie van Handel en Industrie, ongewijzigd zijn. Het bedrijf wijst er verder op dat de gasvoorraad voldoende op peil is en dat klanten bij elke depothouder of bij organen terecht kunnen voor het hervullen van hun gascilinders. Voor meer informatie over de officiële gasprijzen kan 1x24 uur gebeld worden naar de klantcontactcenter van de EBS op het nummer 175. Terwijl de EBS aangeeft dat de tarieven van kookgas niet verhoogd zullen worden, is dat wel het geval met de dieselprijs. Deze wordt per morgen verhoogd. Bij Sol zal er 5 SRD's 13 cent per liter neergeteld worden, terwijl bij GoTo de prijs van 4,95 naar 5 SRD 01 cent gaat. De verhoging wordt toegeschreven aan de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs. Het ministerie van Handel en Industrie en Toerisme had maandag nog gemeld dat per 4 april een prijs van 5 SRD 6 cent bij de Solpompen zou gelden. Op 29 maart kostte een liter diesel echter 5,17 bij Sol. De prijs daalde 6 dagen daarna naar 5 SRD 6 cent, voordat het weer steeg naar 5 SRD 13 cent. Vooralsnog is de verhoogde prijs van benzine stabiel gebleven.